We hebben vandaag voeren wij hier binnen Isala zondagsdiensten als protestactie tegen voor een nieuwe CAO die wij willen afspreken. Verschillende ziekenhuizen door het hele land hebben actiecomité's opgericht, ook binnen Isala. En vandaag voeren wij daar de zondagsdienstacties. Zondagsdienstacties, dat wil zeggen dat er vandaag dus op dinsdag gewerkt gaat worden op de OK's, alsof het zondag is. Dus alle operaties zijn in principe afgezegd voor vandaag. Er wordt niet gewerkt. Het enige wat wel doorgaat, dat zijn de spoedopnames. En een aantal spoeds-OK's die per se vandaag wel door moeten gaan. Omdat anders de veiligheid van patiënten in het gedrang komt. Die gaan door, maar de rest vandaag niet. Het bord aan de actievoerende personeelsleden. Laat dit dan ook zien. Ik heb dit bord meegenomen. Jullie zien hier een witte ruimte. En ik heb een stift. En het zou natuurlijk prachtig zijn als uw werkgever, als jullie werkgever, dit bord zou willen tekenen ten einde jullie te steunen in jullie strijd. Ook wij hebben ruimte nodig om ons werk en privéleven in balans te houden. Daar moeten afspraken over komen. En dan heb ik het nog niet eens over het salaris gehad. Ik heb net en vanochtend ook al ademloos geluisterd naar het verhaal van Priscilla. Ik vond het heel dapper, dat heb ik er vanochtend ook gezegd, dat ze dat gedaan heeft. Want dat is niet makkelijk, hè, om zo even zo'n verhaal te vertellen. Maar ik vind ook dat het NVZ-voorstel, dat heel goed tegemoet komt aan datgene waar Priscilla zich druk over maakt en terecht aandacht voor vraagt. Dus in die zin denk ik dat het gesprek over het NVZ-voorstel nog lang niet klaar is. Ik ga, zoals het hier is opgetekend, ga ik het ook niet ondertekenen. Als daar staat het NVZ-voorstel komt op tafel, dan teken ik graag. En als jullie zeggen er moet iets van tafel, dan denk ik dat bedoeld wordt dat het laatste voorstel wat we gedaan hebben en waar de bonden op dat moment niet over verder hebben willen praten, dat niet ter sprake kan worden gebracht. Dat lijkt me geen goede zaak. Verder constateer ik ook, als ik kijk en luister, ook naar de techniek, dat het verschil tussen wat de NVZ kan doen en wat we ook als ziekenhuis kunnen doen. Want dat is wel even een uitdaging, mensen, want de loonruimte landelijk is ongelooflijk beperkt. We krijgen daar niet heel veel geld bij, dus we moeten het allemaal weer in de eigen broekzak gaan vinden. Ja, soms zijn er dingen waar ik ook wakker van lig. Maar ja, dat is toch ook de realiteit waar we mee te dealen hebben met elkaar. Wij willen een goede salarisverhoging voor alle medewerkers in het ziekenhuis. Omdat wij, net als alle ziekenhuisbesturen, bezorgd zijn voor het behoud van personeel. Personeel lekt weg naar andere organisaties en er zal marktconform toch echt wat bij moeten voor het CAO ziekenhuizen. De werkdruk is enorm. Er zijn nu al grote personeelstekorten in de ziekenhuizen. En daarom is elk personeelslid moet behouden zien te worden. Want de druk is erg groot op de collega's. Dan kom je maar weer op je vrije dag. Als er iemand ziek is, jij komt weer op je vrije dag. En dat moet echt goed beloond worden. En zo is het.